Achter mij ligt het regenboog zebrapad. En daar staat symbool voor lesbische mensen, voor homo's, transgenders. En biseksueel onder andere, ja, ik vergat er eentje. Die zijn toch op veel plekken in de maatschappij niet altijd zichtbaar. Of worden toch nog gediscrimineerd, ook in Nederland. Weliswaar niet zo erg als in andere landen, maar ook hier. En dit symboliseert toch dat zij er ook bij horen. En iedereen die de stad binnenkomt lopen vanuit het station, ja, die loopt over dit pad. En niet iedereen zal het lampje gaan branden, maar bij veel mensen die hebben toch iets gelezen van over de regenboog. Het zij een vlag of een zebrapad of een andere uiting. Van hé, dat hoort daarbij. Ja, en over GroenLinks waren er al meer initiatieven genomen in het land. Maar iedereen heeft ook wat druk nodig om geactiveerd te raken. Dat weet ik ook. En Koen Heldenweg, betrokken Almeloer, die tipte mij nog eens een keer van goh, dit zie ik nu in Zwolle, dit zie ik daar. Is dat iets voor Almelo? En toen heb ik dat opgepakt. En samen met de raad, een groot deel van de raad, 29 stemmen voor, dus maar een paar tegen, is het initiatief genomen in mei. En de wethouder, moet ik zeggen, mevrouw Terzeldam, heeft dat met de ambtenaar netjes uitgevoerd. Ik zei net al tegen haar, de motie is van A tot Z uitgevoerd. Het ging om de plek, het ging om de kleuren, het ging om op Coming Out Day, wat vandaag is, op 11 oktober. Dus ja, dat valt allemaal goed samen. Ere die ere toekomt. Het is een motie van de gemeenteraad overhoog geweest. En wel op 10 mei. En die hebben het college verzocht om een regenboog zebrapad aan te leggen in het centrum van de stad. En het centrum van de stad hebben wij gezien. En dat moesten we in samenspraak doen met het COC Twente en de Achterhoek. En wij moesten net op 11 oktober Coming Out Day bij voorkeur onthullen. Mark die deed een oproep in zijn speech van dit is een symbool, dit is niet voldoende. Daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in. Je moet ook in je beleid dingen doen. Het kan zijn het onderwijsbeleid, ook in je personeelsbeleid. Ouderenbeleid binnen de WMO, hij noemde het ook. Binnen verpleeghuizen, verzorgingshuizen. Ja, overal valt natuurlijk nog wel slag te maken. Mensen voelen zo niet meteen overal thuis die tot deze groepen behoren. En dat zou wel zo moeten zijn.